De mozaïekoorlog is een periode in de geschiedenis waarin de mozaïekbrowser zeer snel bijna volledige dominantie krijgt over de browsermarkt. Maar dit is maar een zeer korte periode, omdat kort daarna dominantie wordt overgenomen door de nieuwe Netscape Navigator. Nu, achter mij kunnen jullie een bekende quote zien waarin wordt verwezen naar Mozaïek en dat er eigenlijk gezegd wordt dat er eigenlijk twee grote periodes zijn van het internet, of beter gezegd van het web. De periode voor Mozaïek en de periode na Mozaïek. En dat is eigenlijk omdat de Mozaïek-browser heel veel veranderd heeft, omdat dit de eerste browser was die echt heel snel en makkelijk gebruikt kon worden door de gewone gebruiker en eigenlijk geholpen heeft, of ertoe geleid heeft dat browsers en het web in het algemeen door heel veel mensen makkelijker toegankelijk was. Nu, wanneer in het jaar 1993 de Mozaïek-browser uitgebracht werd, groeide het marktaandeel eigenlijk heel snel van de Mozaïek-browser. Eigenlijk functioneel voegde Mozaïek niet zo heel veel meer toe dan wat de bestaande browsers al deden. Maar het verschil met de Mozaïek-browser was dat alles heel makkelijk en intuïtief was. En zelfs ook de installatie van de Mozaïek-browser was zeer, zeer eenvoudig. Nu, de Mozaïek-browser was ook de eerste browser die het toeliet om dynamische webpagina's te bouwen. Dus concreet was het mogelijk met Mozaïek om dat gebruikers formulieren konden invullen en dat de inhoud van deze formulieren werd doorgestuurd naar de server. Nu, belangrijk om te weten aan Mozaïek is dat Mozaïek gratis was voor niet-commerciële gebruikers, maar dan een licentie aangekocht moest worden wanneer je dit wou gebruiken voor commerciële doeleinden. Nu, in het jaar 1994 beslisten een aantal Mozaïek-ontwikkelaars om een nieuw bedrijf op te richten. Omdat ze eigenlijk wel zeer goed de voordelen inzagen en het potentieel van het web. Dus besloten om de Mozaïek Communications Corporation op te richten. Nu, aangezien dat de naam Mozaïek eigenlijk een trademark was van het NCSA, konden ze niet zomaar die naam hergebruiken. Dus hernoemden ze hun bedrijf later naar de Netscape Communications Corporation. Nu, het voornaamste wat dit bedrijf deed, was de Netscape Navigator ontwikkelen. En dit was eigenlijk een volledig nieuwe browser, dus was niet gebaseerd op de Mozaïek-browser. Uiteraard waren er een aantal lessen die wel hergebruikt konden worden, maar dit was volledig onafhankelijke code. Nu, de interne codenaam, herkennen jullie misschien wel, was Mozilla. Het was eigenlijk een samenvoeging van Mozaïek Killer en Godzilla. En net als Mozaïek was Netscape ook gratis voor niet-commerciële gebruikers, maar moest er wel een licentie aangekocht worden voor commercieel gebruik. En omdat iedereen eigenlijk inzag dat Netscape de logische opvolger was van Mozaïek en ook meer en sneller en beter ontwikkeld werd, verving Netscape eigenlijk heel snel Mozaïek als de dominante webbrowser.